Jouw verleden in het internet, want volgens mij... Mijn verleden in het internet even terugspoelen. Ik denk dat, dat is wel een verhaal, dat was 19, ik denk 5 of 96. Oh ja. Toen ging onze eerste site los en die was voor die tijd tamelijk revolutionair. Ja, dat klopt inderdaad. Want daar kon je live door ons kantoor lopen. En daar kon je ook op dingen klikken en die gingen dan open. En dan kon je bijvoorbeeld files kijken. En, wat was dat dan? Ik had een drumstel in mijn kamer. Ja. En dan kon je dus ook drummen op dat drumstel. Ja. Alles. Oh. Maar de grap was, de techniek was niet zo ver. En het was allemaal in flash. In die eerste flash. En we hebben die applicatie samen met Adobe zo gemaakt dat we die toen al konden gebruiken. Ja, ja, ja. Dus Adobe heeft meegewerkt om die eerste site tot stand te brengen. Dat was wel gaaf. Ja, gaaf. En wat was de URL? Toen ging de host, dat was www.c-h.nl. En toen ging de host failliet en toen was bij zijn site weg. Och jee. Zo. En toen hebben we de curator nog gebeld van, zegt die server waar die troep op staat, sorry, die is niet meer. Nee. Dus toen waren we kwijt. Nee. Het lijkt een beetje op onze eerste, mijn laatste werkgever was Verkeer en Waterstaat. Ja. En daar had ik dus een website gemaakt waarin je kon... Er kwam dus zeg maar, ik geloof dat het, in ieder geval de minister die kwam naar beneden en die zei dan van welkom bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En dan zag je dus allemaal dingen in de rondte en daar kon je dan op klikken op de bibliotheek en dan ging je, kon je dus die boeken eruit halen. Werk wat dat was. En dat was wel het allerleukste die zei was dat er ook meteen een database achterging die je gedrag, dat is voor die tijd ook heel revolutionair. Ja. En wat mensen het meest waanzinnig vonden was om naar mijn kantoor te gaan, even te drummen en dan mijn bureaulade te openen en dan dossiers te lezen. Oh ja, ja, precies. Die we er zelf in hadden gestopt. Ja, tuurlijk, specifiek. Maar dan kon je dus heel mooi volgen van waar mensen naar keken, waar ze in geïnteresseerd waren. Maar dat kan je nog terughalen, hè? Dat heb je nog. Hè? Nee, dat is niet. Ja, het is bij de ouderwetse, bij het archief, weet je wel, het internetarchief. Ja, weet ik, daar heb ik gekeken, maar daar bestaan alleen nog een paar screendumps.